Als alle producten zijn gemonteerd en aangesloten op de voeding, dan opent u de app. Als dit een nieuw huis is, selecteert u Start. Mocht u al generatie 2 PowerView producten in huis hebben, opent u dan de app, selecteert uw woningnaam in het menu en drukt u dan op het plusteken om te beginnen. Geef uw woning een naam. Ik zal dit Huis noemen. Vervolgens selecteert u de voedingsoptie van uw producten. Als u meerdere voedingsopties hebt... Voor de verschillende producten in huis kunt u dat later eventueel nog aanpassen. Maak nu de naam van de kamer waarin u werkt. Ik kan deze kiezen uit de gebruikelijke namen of een naam aanpassen. Ik noem deze Kamer Het Kantoor. De app toont bovenaan in de lijst de producten die dichtstbij zijn waar ik me nu bevind. Selecteer het eerste product om zijn locatie te bevestigen. Ik kan het product selecteren om te identificeren. Mocht het product moeilijk te zien zijn, kan ik het product selecteren om het hele product te bedienen. Nadat ik de producten heb geïdentificeerd, zal ik ze een logische naam geven. Dit in dit geval linksachter, rechtsachter, linkszijkant en rechtszijkant. Zodra ik de locatie van de producten heb bevestigd, zal ik de naam bevestigen. Herhaal dit proces van de alle resterende producten in de kamer. Nu ik alle producten heb gevonden, kan ik de producten ordenen zoals ik ze in de kamer moet hebben. In dit geval van links naar rechts. Als de volgorde naar wens is, druk ik op het knopje Volgende en de producten zijn nu toegevoegd in de app. Ik ben nu klaar voor de volgende stap.